Ik ga leren hoe jij deze leuke sleutelhanger kan maken. Oftewel, hoeft niet per se een sleutelhanger, maar het kan wel. Eventueel als je een sleutelhanger wil, oeps. Dan heb je nog extra een ijzerdraadje nodig. Dit bord heb je nodig. Kraaltjes, witte. En een strijkmachine. Als je onder de 15 jaar bent, zou ik het niet gebruiken. Dan zou ik het, ja, met toestemming dan van je ouders. Tot zo! We gaan beginnen. Je bord. En daar zet je een kraaltje op. Wacht even. Ik zou 4 lang doen. 2. 3. 4. Dan maak je er, ik laat even het voorbeeld zien, 3 van die poppetjes op. En dat doe je zo. En eentje erin. Nou, dan ga je precies hetzelfde doen. Maar dan eentje schuin opzij. Ik heb nu dit. Ik voel hem even door. En waarschijnlijk heb ik hem zo met andere kleuren gedaan. Tot zo. Ik ben er weer. Ik heb nu eventueel nog even met kleurtjes gedaan. Dus niet meer zo. Er is een vrouwtje bijgekomen. Nou, we gaan beginnen met het strijken. Dan haal je alles even een beetje aan de kant. Ik ben trouwens ook nog vergeten te zeggen, je hebt dit papier heb je ook nog nodig. Dat leg je eroverheen. En tot zo. Ik ben er weer. We gaan strijken. Dat, ik hou heel even, ik leg hem wat te laag, want ik moet hem wel vassen. Dat doe je heel voorzichtig met de punt. Maar we zijn natuurlijk wat vergeten. De stekker. Die stop ik erin en ik zet hem op de juiste maat. Je moet hem niet te heet zetten. Tot zo. Nou, ik heb het blad eroverheen. Hij zit in de stekker. Hier, als je dezelfde hebt, kan je hem op maat doen. Niet te heet, maar ook weer niet te zacht. Zo. Als het lichtje klaar is met branden, dat duurt even 5 minuten, dan zie ik jullie weer terug. Het lichtje is klaar met branden, dus we kunnen gaan binnen. Beginnen bedoel ik. Ik ben nerveus. Je gaat er zachtjes overheen met de punt. Zorg dat je elk kraaltje doet. Je moet zometeen de kant hebben waar alle kralen dicht zijn gegaan. En een kant die helemaal, dat is dus de andere kant, waar die kralen helemaal open zijn. Nou, die van mij is goed. Dan zet je hem altijd rechtop neer. Ik haal het papier er. En trouwens, weet je wanneer je weet of hij goed is? Of je papier kan afhalen zonder dat het eraan vast blijft kleven? Echt één teller. Ik stop de video even, want dat moet ik met twee handen doen. Tot zo. Hoi, we zijn er weer. Ik ga nu een sleutel van hanger maken. Hij is nu ook een beetje afgekoeld. Je hebt dus ijzerdraad nodig, zo licht mogelijk. Nou, je gaat in ieder... Ja, je kan hem op verschillende manieren doen. Je kan hem hier op het puntje vastzetten, maar je kan hem ook in het midden. Ik ga hem nu, denk ik, gewoon bij het puntje vastzetten. Je knipt een stukje draad af. Je moet het met één hand doen. Je knip je af. Dan haal je
Sorry, dit zie je even niet. Ja, je haalt hem door het gaatje. En dan gewoon een beetje naar elkaar toe. En wat draai je ermee. En dan is je sleutelhanger af. Ik hoop dat ik je de volgende keer zie. Dan leg ik je uit hoe je deze maakt. Of nog een van mijn andere leuke figuurtjes. Met sleutelhanger. Nou, tot dan. Doei doei.